proficiat eerst en vooral met de koers. Had je dit resultaat meteen verwacht? Nee, maar wel gehoopt. Ja, ik was heel erg gefocust op deze wedstrijd en ik wist wel dat ik goede benen had, maar ik had niet durven dromen dat ik echt zo op deze manier kon winnen. Het was ook een voordeel omdat je een ploegmaat bij jou had. Wat voor voordeel was dat eigenlijk? Ja, als je Anna bij je hebt en die counter daarachter alles, dat is natuurlijk niet de minste. En dat is heel prettig, want je weet gewoon... Ik moest gewoon blijven rijden en Anna die heeft het daar onder controle. En als ze terugkomen, kan zij nog gaan. En uiteindelijk reed je dan weg op een moment. Reed je weg op het juiste moment of was dat gewoon iedereen kapot? Beide denk ik. Als je net de muur overkomt en de schifting is daar gemaakt, dan zit iedereen op zijn limiet. En dan is het gewoon niet nadenken. En wie durft er nog en wie kan er nog? En ik heb niet nagedacht, ik ben gewoon gegaan en ik keek achterom ik had een gat. Dus dan kan je maar beter gewoon door blijven rijden. Wat was voor jou eigenlijk het sleutelmoment van de koers? Ja, de muur, denk ik. Ja. Het was sowieso best wel een hele slopende koers. Constant werden mensen afgereden, ze kwamen weer terug. En zo ging het constant. Ook veel valpartijen helaas. Maar dus het is gewoon heel slopend. Dus er ging al een kleinere groep naar de muur toe. En je weet gewoon dat het daar gebeurt. En wat is je programma nu nog voor de komende weken? Ik rij aanstaande dinsdag nog in Semijn. Dan ga ik naar Strade Bianchi, Ronde van Drenthe. Eigenlijk elke week. Oké, nog veel succes. Ja.